dat is wel gewoon kaasje. Kaasje, dat is een prachtige manier om deze video te beginnen. Wat heb jij nou op je arm? Ja, hier is Fishy weer. Daar mogen we het niet meer over hebben. Mensen, welkom. Vandaag zijn we hier, Matt en Nick. Ja, nummer 24 aflevering. Nummertje 5. Waarom doe ik niet met Rob of zo, dit? Ja, ik denk, ik vind bij jou gewoon leuk. Jij reageert best wel leuk. Oh, ja, nee, dan moet ik wel opzetten. Ik reageer niet, ik win altijd. Ik heb alleen nog maar gewonnen. Vandaag zijn we hier weer met een nieuwe... Egoïstisch. Hallo, wat zijn we hier aan het doen? Vandaag gaan we weer reageren op memes. Met vind je dit dan leuk, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Wat hier nu komt is gelijk al leuk. Ja, welkom bij de... Welkom bij... De compilatie als je geen F te doen hebt. Ik ben niet op buurt, ik moet hossen. Ik heb hier net al op gelachen. Avatatori. Lekker klaar, man. Ja. Je lacht nu al. Nee, jij ook. Nee. 1-1. Ik ga lekker uit op jouw kamer, hè. Rens. Voordat jij niet gaat vlammen, Rens. Moet je zien wat hij doet. Lucht. Hè? Avatatori. Het is... Is er ook een soort van, baksteenkots, heb je dat ook? Ja. Zal ik je eens een verhaal vertellen? Nou, dan komt er een heel leuk Ik lag ooit in bed. Toch niet poepslaag dit, hè? Het was ik heel klaar, was ik echt 3 of zo. En dit heeft mijn ma verteld. Ik wou dan zeggen, hoe weet jij? Nee, mijn ma verteld. Kreeg je eerst een natte droom. En toen was ik niet... Ja, hij lacht, puntje. Toen lag ik aan de maag en toen hoorden ze zo van zo... En ze, oh, die gaat kotsen. Maar ze sliep nogal. Dus hoe zij het vertelde, dus don't shoot the messenger. Toen hield ze de hand onder mijn mond om mijn kots op te vangen of zo. En toen kwam er zo'n haarbal soort van uit. Gewoon zo'n soort vaste bal kwam uit mijn mond. Jij bent eigenlijk dus soort, gewoon een soort van... Kat, ja. Ja. Eigenlijk ben je een poesie gewoon. Nee, een kat. Okay. Geen poesie. Ik ben absoluut... What the fuck is dit? Jouw moeder liegt, jongen. Die vertelt onzin. Liegt tegen mij. What do you want from me? Give me my fucking racket back. Stop being such a baby. Hey, just give him his racket back. Wacht, dus het is eigenlijk allemaal cool. Altijd al zo geweest. Dit is niet random. Ik mis dit, denk ik. Kan je het heen? Ja, dus Cars 3 is dit. Mijn broertje kijkt altijd Cars. Altijd. Ik kan al die films uit mijn hoofd gewoon. Oh jee. Lekker bal. Nee! Oei. Is toch Cars 3? Ik heb geen flauw idee, jongen. Voor mij niet, hoor. Het is sowieso niet 1. Nee? Hey, hoe lang duurt deze meme? Hallo. Dat was sad, hè? Dat was sad, ja. In film 3 is hij dus niet meer de snelste. Wordt hij ingehaald door de nieuwe technologie. Dat is een soort van sad, weet je echt? Wel. En in film 1 is hij een soort van... Ja. Hij heeft een lekker band en zijn hele ogen gaan naar tikken. Ja, hij vliegt over de kop, toch? Ja, maar hij heeft een lekker band en daarna vliegt hij over de kop. Ja, en 100 keer dat weg. Dat wel in NASCAR, hoor. En, oh ja, dat is natuurlijk weer zo'n... ja, dat is een oval rijden. Ja. Dat is fucking gevaarlijk, ja. Jongen. Ja. Met wat moet gebeuren, vind je dan? Gewoon, terug naar een... heel eigen land. Ik heb zo op mijn neus de hele tijd. Vandaar mijn 15-jarige grond Dennis dat erin slaat bij Rip Dennis. Net ook gehoord dat ik ben overgegaan naar 3 haven. Maar dit is niet echt toch? Nou, het lijkt me niet. Het is wel smooth dit, hoor, dit. Ja. Dit doet hij goed. Zo moet je geen Willy doen. Die vind ik wel leuk. Ja, deze! Die bedoelde ik. Vorige keer hadden we toch ook een. Toen zei ik dat ik ook zo eentje van Boef had gezien. Hoe heb ik dit gepakt? Gadverdamme, dubbele punt P. Altijd aan de rood. Gewoon doen. We brengen het omhoog en we komen op tijd. Gewoon doen. Maar heb je een liftje, dan maak je... Is dit echt een ding? Ja. Ja, ik volg Pieter Zwart op Instagram, die had het ook al gepost. Wie zingt dit? Ja, twee werknemers van Coolblue, die hadden dit zelf gemaakt. Het klinkt als een rapper. Dat is een... Pieter Legend. Ja, hij lacht wel, hè. Hier kan ik de Tanya relayen. Oké. Hoe erg bij jou is het voor de kijkers thuis? Ik heb wel haar om me heen. Ik heb wel echt, als maar echt... Als je broek en shirt aan had, zat dan gewoon zo... Iemand zo over die stoel heen. Ja. Ik open nu wel. Goed. Dat wel, ja. Nou, inderdaad. Snap je hem? Nee, ik snap hem, ja. Ja, nou. Staat zij ook nog? Zij was er één tijdje toch soort zo meme. Deze is voor mijn ex. Wilbert, ik hoop dat je valt en dat je je dan wil vastpakken aan iets en dat dan afbreekt. Wat onaardig. Wat is dit? Hallo, dat ben ik hier. Ik ben Flip de Beer.
Wat is dit? Het is wel een beetje body shape. Deze is echt goed. Say something. Dat is gewoon mooi, hè? Olifanten in het bos, laat je mama toch niet los. Dit is gewoon echt, hè? Nou, dit is wel echt, maar dit is ook echt, maar dit is ook nog steeds. Ja, maar dit zie je, als je hier de buurt kijkt, zie je dat niet. Dan zie je dit. Bij ons in de buurt, in Almere. Ja. Ja. Dat is echt ghetto. Zou er nu iemand aan het kijken zijn die normaal met een mes overstellen? Ik vind dat wel jammer of zo. Dat is echt, jammer. Nee, jongen. Ga lekker voetballen. Of lekker kaasje spelen. Download nou kaasje! Hij deed niks. Hij deed gewoon niks. Wat een legend. Ja, op het laatste sloeg hij trouwens wel. Maar ja, dat is wel geknipt. Onze dwars dat er geen korfbal emoji is. Killman, neefman, bro. Deze hele tory is niet waar. Kijk maar. Hoe vind je het niet leuk? Weet je wel waarom ik het niet leuk vond? Ik moest denken dat wij dat vroeger voor mij in de tweede klas wel eens bij elkaar deden. Punaise op de zondag. En dat is echt helemaal niet leuk om te doen. Dat is echt tering triest. En toen dacht ik eraan van waarom de fuck deden we dat? Dan voelde je wel zo, ah wat is dit joh. Maar dan best wel diep moet hij door je broek heen. Voordat je dat, dus het doet niet super, als je met je blote reet op gaat zitten. Ja, dat is gewoon... ja. Ik heb geen bril. Dat was hem ook. Goed geëdit ook. Gevoelig. Wow, voor wie? Voor u. Voor mij? Ja. Aan mama en heer. Ik voel zuster als jij voelt. Ik voel echt beter bij u dan bij Lisa. Oh, dat is kei lief, Kev. Martijn. Pieter. Oh nee. Maar dit is. Ik zag deze niet aankomen. Nee. Oh, not the milk! Dit is zo nep, hè. Zo is het. Dit vind ik wel altijd leuk. Weet je dat stuk tv in het begin toen deze hype was, hebben ze dat ook gewoon gedaan? Dit is zo aso. Dit ja, is dit winkel, echt zo aso. Zo. Maar Rob deed ook met die coronavlees in principe. Ja, dat is ook triest. Oh. Dat ga je niet menen. Dit is heel vaak. En toen begon de drama. Dit heb ik echt heel vaak gezien. In Nederland is het gewoon heerlijk weer. En op een ander moment is het gewoon super slecht weer. Dus ik heb een oplossing gevonden. Ik heb gewoon een jas aangedaan. Ja, maar effe. Hij ging viral met dat huis. Waarschijnlijk was hij toen echt dom. Of ook niet. Dit kwam erna, toch? Ja. Hij weet gewoon nu van dat werkt, toch? Hij heeft een Lambo gekocht, hè? Nou, dat kan niet legit gebeurd zijn. Ja, of zijn geld is op. Ja, dat kan natuurlijk ook. Komt straks ineens belasting en zegt, ja, ik moet nog een tonnetje betalen. De kleinste stripper van NL. Hij is wel lekker. Dit was echt leuk. Fortnite update is vandaag, hè? Niet vandaag bedoel ik, maar ik bedoel volgende week maandag. En dit gaat... heel leuk worden, jongens. Vandaag, op volgende week maandag, hoe kun je daar een fout in maken? Wat is dit? Ja, het is omgedraaid, dus die blies je die ballon natuurlijk op, weet je wel. Fucking slim. Dit is gemaakt. De fiets. We hebben weer genoten. Wat een pareltjes. Ik denk dat ik deze keer verloren heb. Toch wel. Toevallig deze keer. Het is altijd op één punt. Ja, ik ben je op een gegeven moment stoppen. Smeerpoep. Ja. We hebben nog dingen gewonnen. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ik heb wel honger nu. Ik ook. Heb je nog mop? Nee. Zoek even mop op. Zoek even mop op. A few moments later. Dit zijn gewoon zo'n moppen, zei. Moet ik dan gewoon lezen? Ja, pa, pak maar een leuke mop. Nee, ik pak geen leuk mop. Ik ga hem niet eens voorlezen. Jawel. Dat ga je wel. Dat ga je namelijk nu doen. Ja, wel voorlezen, maar ik ga hem niet zelf lezen. Dus ik weet niet of die leuk is. Drollen diner. Twee vliegen zitten op een drol lekker te eten. Zegt de ene vlieg tegen de andere. Ik ken een leuke mop. Zegt de andere vlieg. Toch geen vieze, hè? Ik ben net lekker aan het eten.
Nog eentje? Nee. Er ligt een baal hooi op het strand te zon. Een haai zwemt langs en de baal hooi zegt... Hoi, oh, die is niet leuk. Een man komt in een oerwoud een tijger tegen. Hij is doodsbang en rent weg. Maar de tijger komt achter hem aan. Na 3 uur rennen valt de man heel moe op de grond. Hij denkt, nu ben ik er geweest. De tijger komt naar hem toe, tilt zijn poot op, tikt de man aan en zegt... Tikke, jij bent hem. Maar dit is toch niet leuk? Bedankt voor het kijken, maar dit is toch geen mop? Jezus!